So. Het is maart, 7 maart 2022. Ik kom net van Uncle Sam af. Ik heb even een paar jointjes gekocht. Maar je kunt beter een paar biertjes drinken. Ik word wat dik van, maar ja, dan moet je maar een beetje meer fietsen, meer lopen met de hond. Maar, let op hè, wat ik nou zeg hè. Je kunt beter geen jointjes kopen of draaien. Want dat is gewoon veel te duur. En alles wordt bruin en je gaat aan nicotine stinken. Bekse koffie. Zo, dat is beter. Ik was om 1:30 thuis, ik ging om 1:15 ging ik er naartoe en om 1:30 was ik thuis. Even naar de stad gefietst, nou weer in ieder geval weer een lichaamsbeweging gehad. Ik had ook een paar biertjes op vanmorgen. Maar dat is beter dan een joint. Je kunt beter een pilsje drinken. Oh, dan neem je de 3,5 liters Desperado's. Dat is lekker bier, kost wel 1,85 per stuk, 2,09 per stuk. Dat kosten ze bij mijn zin wel heel lekker en er zit 5,9% alcohol in. Morgen ga ik weer naar de zorgboerderij. Misschien neemt de camera wel mee, ik denk het wel. Dan maak ik daar ook een leuk filmpje. Dan zetten we een motor op. En tenminste, als ze dat willen, meestal willen de mensen niet op de camera. Dus ik vind dat zo gek, hè. Dat is gewoon hartstikke leuk. Het zijn toch alleen maar leuke mensen die naar deze YouTube-kanaal kijken. Jullie zijn toch allemaal leuk? Jullie hebben toch geen even alle verkeerde bedoelingen? Nou, dat bedoel ik. Laat ze zich niet zwaar stellen. Ik zal wel eens een keer een filmpje maken als ik een stuk of wat gedronken heb. En dan tijdens het drinken van de laatste maak ik dan het filmpje. Als ik bier op heb, dan ben ik veel beter te pas. Dan kan ik goed denken. Vanmorgen ook, hè. Godverdomme, ik was al om 5 uur of zo wakker. Ja, als je bier drinkt, dan word je vroeg wakker, hè. Dat je dat even weet. Dus je kunt beter maar geen bier drinken. Ah, jawel, af en toe, maar dan neem je er gewoon 2. 2 schoentenbrooi. Die kosten 55 cent per stuk. Ik heb er vanmorgen nog 5 gekocht, bij de Aldi. Ik kon om 8 uur kon ik al terecht. Dus ik stond om 5:00 stond ik al bij de kassa met 5 bier en 2 sandwiches. Kip, met kip. Ja, die heet anders, maar dat kan ik ze gewoon even niet herinneren. Nou,
Eens uit. Ik ga nooit geen jointjes meer halen. Ik drink wel een puntje bier. Als ik zin heb in een verzet. Maar ja, weet je wat het is met het bier? Het is ook slekker als je er veel van drinkt. En kijk, als je één pilsje drinkt op één dag, dat zou niet erg zijn, één pilsje. Een half liter, Desperado's dan. Kost €2,09. Bij Albert Heijn. Bij de Aldi kost €2,25. De Aldi is een stuk duurder met bier dan de Albert Heijn. Dus je kunt beter maar naar Albert Heijn gaan. Dan koop je ook geen gewone kaas, maar dan koop je Old Amsterdam. En dat is me toch lekker. Ah. En vooral als je niet rookt, hè, dan proef je gewoon veel beter. Je krijgt een veel betere smaak in de mond. En alles is dan ook gewoon veel lekkerder dan het vroeger was. En dat scheelt echt enorm. Poei. Even wachten. Die sloeg wel aan. Die heb ik ook een beetje lang ingehouden. Dat is wel goed. Maar dat lukt niet altijd, want je moet vaak hoesten van die rotzooi. Mijn favoriete drinken is Carver Sevitam citroen en Carver Sevitam iced tea of aardbei. Dat is allebei lekker, maar ik vind op het moment heb ik de iced tea, persik, want die vind ik nog even het lekkerste. Dus ik doe het glas in flinke scheut iced tea, persik van de Aldi, shoot de brooi ook eens zeggen. Van Albert Heijn. Albert Heijn is wel in Kronenburg mijn favoriete winkel. Ik ben eens benieuwd of die koffiezetapparaten nog eens een keer open gaan. Weet je wat ik doe? Ik zal eens even bellen. Nou, telefoon. Wat wou ik ook eens weer zeggen tegen Albert Heijn? Albert Heijn XL. Bellen. Albert Heijn XL, let op. Albert Heijn XL zullen we druk hebben, nemen ze niet op. Maar wel de telefoon een keer opnemen. Het kan een belangrijke klant zijn. Albert Heijn, Kronenburg van Beek, goedemiddag. Goedemiddag meneer Van Beek met John Staring. Hallo. Goedemiddag. Wist je dat jullie goedkoper zijn met Desperado's en Aldi? Nee, dat weet ik niet. Bij jullie kost een Desperado's een halve liter. Bier is dat, Desperado's.
Kost... Maar mag ik u heel even onderbreken? Ja. Als je in een, ik ben met andere klanten in gesprek. Kan ik u een vraag helpen? Heeft u een vraag aan ons of wilt u alleen dat meedelen? Ik wil alleen even zeggen dat jullie goedkoper zijn met Desperado's en Aldi. Want Aldi vraagt 2,25 en jullie 2,09 euro. Nou, kijk eens aan. Een goede reden om bij ons boodschap te blijven doen. Ja, maar dat doe ik ook. Nou, helemaal goed. En jullie hebben perfecte sandwiches. Nou, helemaal goed, meneer. Maar ik heb wat andere klanten staan aan de bar. Die vinden het goed als ik die verder help. Tuurlijk! Ja? Ik ga vooral verder. Bedankt voor het belletje. Succes, dag. Nou, dat was Albert Heijn XL. Haha, Kronenburg. Goeie winkel. Daar hebben ze ook de goede koffie, hè? Senseo Mokka heb ik altijd. Ik kocht laatst, was het drie halen, twee betalen. Kreeg hij twee zakken koffie kocht, kreeg er één die gratis bij. Dus zei ik over de voorraad aangevuld, dus ik heb een nieuwe koffie zat. Maar in ieder geval, dit is weer een leuk filmpje voor... God, hoe die mee toch? Die komt altijd op de zorgboerderij. Ik zou niet meer weten hoe mensen heet. Echt niet. Maar ik moet even zeggen dat Beate van de Albert Heijn XL staat bij de zelfscankassa, mijn favoriete kassa. Doe je gewoon wat je in de tas doet, haal je eruit, uit bij de kassa hebben. Die hou je voor zo'n vlak. Er zit een infraroodcamera in. Hou je ervoor en dan kun je meteen zien wat het kost. En dan pak je de andere artikelen die je hebt, hou je allemaal eens even voor dat ding. En dan betaal je gewoon met de pin. Dus hartstikke simpel, je hoeft helemaal geen contant geld te hebben. Maar ik heb wel wat contant geld, want je kunt ook bij op Kronenburg, zit aan het Kroonplein, zit een café, een koffiecafé. Daar kun je hartstikke lekker zitten en even 50 cent aan je kop koffie. Dat ga ik binnenkort ook maar eens een keertje doen. Mooie gelegenheid om wat meer mensen te spreken en op mijn YouTube kanaal te krijgen. Want het is de bedoeling dat jullie allemaal gaan kijken. Iedere dag komen er drie nieuwe filmpjes bij. Wat ik er allemaal weer te vertellen heb. Wat ik allemaal weer aan het doen ben. En met wie dat ik weer contact heb. In ieder geval hartstikke interessant om naar te kijken. En altijd lachen met die John Staring. Dus altijd lachen, die gozer die is echt gek. Die ziet dingen waar andere mensen helemaal niet opkomen. Haha. En toch eens even zien wat mijn kleine hondje had. Ah, hier is die. Hé, lelijk. Oh, mijn kleine bandje. Vier keer per dag ga ik maar lopen. Dan lopen we helemaal de Kronenburgdijk op, omhoog naar de afslag van de snelweg. Door we linksaf lopen een stuk dik tot de burgemeester Matsensingel. Dan ga je via de burgemeester Matsensingel, loop je zo de wijk erin, gooi linksaf. En rechtsaf en dan ben je weer in je eigen straat. Dus er komen allemaal hele wijze mensen. Zoals, weet je wie ik een slim vrouwtje vind? Anita. De kok. Goh, wat heb ik veel maaltijden vandaag gehad in het verleden, zeg. Maar dat doe ik helemaal niet meer, want ik heb nou van de SWOA, elke dag heb ik een bord warm eten. Gisteravond had ik nasi. Met barbecue ketchup. Dat was hartstikke lekker. En dat was de dag ervoor. En gisteren had ik bruine bonensoep.
maaltijdsoep. Dat was ook hartstikke lekker. Daar deed ik een beetje ketchup in. Dat was hartstikke lekker. En vanmorgen, ik ging op de wc zitten, maar er kwam niks. Ik denk, hoe zit dat nou? Waarom kan ik nog niet poepen? En dan ging ik er vanavond, ik denk, dan eerst maar even een potje koffie drinken. Dan zal het zo komen. Ja, je weet me nooit, hè. Dan kun je op eens poepen, jongen. En meestal, als je bier op hebt, en als je dan veel bier drinkt, zoals ik dat doe, want ik draai de hand niet over 8,5 liter, hè. Die slok ik zo weg. En dan zie je niet aan mij, hoor. Ik zou wel eens een keer film maken, zo aan het drinken ben. Dan kun je dat ook eens zien. Maar het is niet goed. Het is niet goed voor de hersenen. En de roken van een joint is eigenlijk wel goed voor de hersenen. Want je wordt er hartstikke slim van. Koffie. En dit is mijn glas. Daar gooi ik dan zo'n laag KV7-Dam Ice Tea Peach in. En zo'n laag citroen van KV7-Dam. En dan giet ik het glas vol met spaarrood. Dat prikkelt lekker. Dat is lekker drinken, dat bruist. En dan heb je een heerlijke cocktail. Die smaakt echt goed en er zit geen alcohol in. Dus het kan ook geen kwaad als je dat drinkt. Ik zet de computer aan. Wacht even. Nu ga ik even een cameraman moeten hebben. Die hebben we even kunnen volgen dat ik zo de computer aanzet. Nou, de computer staat aan. Dan kan ik daar de film meteen erop zetten. Even scrollen onder weer. Liggen we achter de deken. Nou, ik denk dat het filmpje lang genoeg is. Nee, toch wel goed zo'n jointje. Daar kun je goed voor nadenken. En weet je wat het is met bier? Je wordt er zo dik van. En het is zo slecht als je er veel van drinkt. Iedere dag eentje, dat kan niet schelen. Dat is lekker voor het slapen gaan en zo. Maar je wordt wel wat vroeger wakker, dat moet erbij zeggen. Je bent waarschijnlijk al om 5 uur wakker. Oh. Nee, bier moet je niet zoveel drinken, joh. Bier is wel lekker, maar dan neem je er eentje of twee. Of misschien een keer 3 bij een goede avond. Dat kan dan ook niet verschillen. Maar niet zoals ik het vroeger gedaan heb, 12 per dag. 12,5 liters per dag. Desperados, hè? 1,85, hè? Ja. Ja, wat geld betreft, ik doe het goed. Ik heb een hele grote televisie aan de muur hangen. Ik heb er een Sonos geluids, surround sound geluidsinstallatie heb ik erbij. Ik heb Ziggo met een hele goede mediabox. Hij neemt alles op wat ik wil zien. Soms is hij weer 7 programma's tegelijk aan het opnemen. Nou, toen ik TD2 had, toen kon ik me 2 programma's opnemen en dat was alles wat ik kon doen. En dan moest je verder niks gaan doen, want dan sloeg hij weer af. Moest hij hem weer resetten? Nee, dat was niks, TD2. Ziggo is wel goed spul. Ja, Ziggo is wel goed. Ze zijn ook wel iets duurder, maar ja, ze zijn goed.
Dan moet ik mezelf abonneren op Viaplay, heet het geloof ik, voor de Formule 1. Maar dan laat ik morgen, laat ik dan even mijn hulp. Die wil niet gefilmd worden, dat vind ik wel jammer. Moest ze toch even proberen te overtuigen. Ja, weet je hoe ik dat doe? Dan neem ik gewoon op als ze binnenkomt. En dan ga ik gewoon met haar zitten en begin ik gewoon tegen haar te praten. Die camera die laat ik gewoon lopen. En dan zeg ik tegen haar, ik film dit omdat ik jou dadelijk even wil laten zien aan jouzelf hoe dat jij de dingen aanpakt. Want je doet het hartstikke slim. Koffie is op. Ik ga geen nieuwe koffie zetten, want dan ben ik weer uit beeld. Het is 2,5 minuut over 2. Maandag 7 maart. Het is oorlog in de Oekraïne. De Russen die zitten te kloten. Ze zetten de hele wereld op de kop. Dat moet die gasten een vermogen kosten, jongen, om dat allemaal te doen. Godverdomme, wat zal dat geld kosten? Dat houden ze nooit lang vol. Dus ze zeggen, hang erin. Abonneer je op YouTube. Abonneer je op John Staring. John Staring. YouTube. En dan kan je alle filmpjes zien die ik erop gezet heb. Er zijn er zo'n 300. Ja, allemaal over mij. Of door mij. Maar als het door mij is, dan hoor je mij continu praten. Hè? Tegen de mensen die ik aan het filmen ben en zo. Ja. Dat is gewoon hartstikke mooi om naar te kijken. Maar de volgende film die ik opneem. En het is vandaag maandag. Dat doe ik misschien morgen wel. Dan neem ik gewoon 4,5 liter halen. Schultebrui. Dat is €2,20. Zie, dat zijn 4,5 liters. Dat zijn andere prijzen voor een jointje. Voor één jointje betaal je €4,50 hier. Oh. Die mogen helemaal niet meer in de zak blijven. Drie jointjes. Daar doe ik mooi zuinig mee. Nou, die kan ik wel in één keer op kunnen roken, maar dat is helemaal niet nodig. Ik ben nog stoned. Dus ik hoef nog helemaal even niet te roken. Marginal komt King Kong op televisie, op Veronica. Ja, om 8:30. Ik neem dat op. Ik bekijk dat over een hele lange pauze keertje. Dan is die film, dan ben ik me ook al onderhand alweer vergeten. Dan denk ik, hey, King Kong staat erop. Goh, laat ik daar eens even naar kijken. Dat is een mooie film. Hele mooie natuur, mooi met die apen, mooi met die mensen. Een hele goede film is dat, King Kong. Heel zielig ook. Tranen trekken. Maar hartstikke mooi, echt waar. En heel mooi hoe ze dat doen met die aap, die grote gorilla. Echt een wonder. Een prachtig mooie film. Hoe ze dat gefilmd hebben, nou, ik vind een petje voor die gasten af, jongen. Ja, King Kong. Goeie film, met Endero. Dat is hoofdrolspeelster in King Kong. En Dero. Ik zet hem erop. Hij is langzaam nog op. En de volgende film zou ik opnemen waar ik een paar pultjes op heb. Maar dan zet ik deze eerst even erop. Adios, tot de volgende vlog.